dat was random. Gaat het? Nee, ik word gewoon misselijk ervan. Maria! Jezus Christus. Shit. Oh, ik geloof dat er iemand wakker wordt. Het is een moment. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar carnaval. Festival. In... met een K. Ja. Meerdijk is uit GTS, maat. Gestel. Op je bak, jongen. Maaskantje de gekste. Wij zijn trouwens als... Militair, niet als leger. Nee. Hopen dat het een mooie dag mag worden, hè, zonnestraaltjes? Nou, zonnestraal is ver te zoeken. Ja, dat is het weer. Zit echt zonder bril op, maar... Ja, alleen jij, maar het geeft niet. Ja. Gefeliciteerd met leven. Ja, gefeliciteerd. Ja, mag ik een hand? Hallo? Hi. Oh, ja, dat gaat niet. Oké. Leven komt over een half uurtje thuis van school, dus wij gaan ook naar huis. Gaat het? Nee, ik word gewoon misselijk ervan. Oh. Ik doe het zoveel zeer. Ik heb zo hard gerand gisteravond. Ik zat er helemaal in. Ja. Ik heb nergens last van. Fijn. Ik ook niet. Oh, ja. Oh nee, echt niet. Ja, maat. Kijk mijn korte broek. Leven de Pevin! Je bent jarig en niet 19. Nee. Ja, hij viel en ik dacht, weet je, ik hang hem gewoon op en ik doe 9. Nou, in je hoofd ben je wel 19. Nee. Niet zo dichtbij. Ja. Gaat het, Ruby? Ja. Hè? Wel hoor. Ja. Ja, met jou? Ja, ook. Oh, oké, fijn. Ja. Ja. In de gloria. In de gloria. Hola! Voel je je echt jarig nu? Nee. Oh. Het is gewoon een maandag. Nee, ik voel het wel. Fucking maandag. Happy birthday. Yes, je bent eindelijk 16. Echt een leeftijd waarmee je precies nog niet veel mag. Van harte gefeliciteerd, lieverd. Dit heb je van Ruby en Kia. Hoe gaat het open? Schuiven. Ja. Oh, dat is wel echt heel erg lekker. Dat weet je niet. Ja, maar ik vind de luchtjes gewoon heel erg lekker. Ik weet dat jullie een lekker luchtje gaan doen, want anders kopen jullie het niet. Ik ging mijn andere kant op. Had ik vanmorgen met mijn haarlak. Oh, maar dat is wel echt heel lekker. Rekker. Ja, dat is wel heel lekker. Wat is dat? Wat is dat? Stropdas. Wat zit je nou in je kutstropdas, joh? Hou je bek! Je bent er aan toe, je bent 16. Oh. Je moet je stropdas dragen. Ja, deze wel. Dit vind ik heel nice. Gewoon even aanpakken. Jezus Christus. Ik ga je uit! Hey, doe eens even rustig. Ik wil jou helpen.
Ach. Dat zijn gewichten. Schiet schuif. Ja, dit is top. Wauw. Mooi. Wat een afschuwelijk ding. Nee, ik weet niet. Ik moet het echt zien als ik het in elkaar heb staan. Want het zou heel mooi kunnen. Oh, ja! Ja! Ik dacht al, zie je het nou niet? Ja, dat is wel fucking ziek. Oh, ja. Goedemiddag. Oh, het is heel koud. Dat valt echt wel mee. Nee, ik vind het heel koud. Ik heb gewoon mijn dunne jas aan eigenlijk. Ja, ik ook. Wij gaan naar ons nieuwe huis. Je wou de gemeente zeggen, hè? Nee. Oh, wat wou je dan zeggen? Ons nieuwe huis. Nee, we mogen het officieel ons nieuwe huis noemen, nu. Ja, ja, wij zijn nu echt... De eigenaars. Ja, van twee huizen. De eigenaren. We gaan weer lekker in de bus. Het is heel lang geleden dat ik hierin heb gezeten. Wat ga jij doen? Hoe moet dit? Nou, de deur dicht. Heel hard dicht doen in ieder geval. Waar? Ja, trekken. Ik snap het. Oh, hier. Zo. Was dat goed? Ja. Oké. Okay. Je denkt het is te hard, maar ik val eigenlijk wel. Maar de vloeren zijn gelegd. Nou, ik weet niet of ze allemaal zijn gelegd. Oké. Okay. Maar soort met van... de begane grond is een begin gemaakt. Nou, dan gaan we weer naar binnen, hè? Ja. De ramen zijn afgeplakt. Is het mooi? Ja? Oh, sorry. Ga maar even kijken. Niet erop staan, hè? Nee, natuurlijk niet. Oh, dat is wel vet. Oh, joh. Het ziet er dan gelijk nog meer iets huiselijker uit, hè? Ja. Ze zijn echt groot, man, die tegels. Ja. Dat is wel mooi. Het ruikt hier naar knakworst, of ligt het in mij? Het oogt zo groot door die tegels. Ziek. Grappig, hè? Oh, de kozijnen van over, die is ook al zwart. Oh, ja. Fucking ziek. Dat is wel echt mooi, hoor. Zwart. Oh, de trapleuningen zijn ook al zwart, man. Oh. Ik ga er maar niet aankomen. Nee. Laat dat maar even voor wat het is. Ja. Mushroom. Wat dan? Oh, dat ziet er wel chic uit, jongens, dat zwarte. Ja. Ik ga voor het eerst in de bus rijden. En voor de mensen die het niet weten, je mag met rijbewijs B, ik heb rijbewijs B, mag je ook in dit busje rijden. Oh! Vertrouw jij mij in dit busje? Nee, absoluut niet. Fuck you! Echt. Grapje. Stik in je huid. Grapje. Ja, lekker hoor. Mama en papa staan te praten met onze nieuwe buurtmensen. Hier rijdt in de bus. Sam is weer arrived. Hi. Vinden we dat leuk? Nee. Nee. Luister en huiver. De zus van Ruby heet... Nee. Nee, maar nu ga je ons weer verpassen. Dit is echt murder. Oh. Jij bent verrot. Jij bent echt verrot van binnen. Volgens mij ben ik dood. Nee, ik ruik het helemaal niet. Jullie liegen. Nee. Nou, ik had het even... Dit is niet lekker. Ik weet niet waar, ik ben hier niet zo goed in. Die spinazie. Wat een grapje. Ja, en die aardappel van jou. Dat zijn die darrels. Nee, dit kan er niet die in. Die darrels? Dit gaan we er niet in doen, ja, zeker wel. Jij hebt jezelf nu voor lul gezet. Nee, exposed. Ja, ja, exposed iedereen ook. Ja. Kijk maar, daar doe je ons ook exposen. Ruby en Kia expose elkaar. Waarom kijken wij dit ook? Kijk hoe lelijk wij zijn, alle drie. Ja, nou, we hebben hem ook op een heel mooi moment gestopt van mij. Sam lijkt dat een kind van 15 net uit de crash komt. Ja, en jij hebt een driedubbele onderkeer. En Kia lijkt wel een gothic. Kia komt altijd met vrouwtjes. Met jou samen. Ja, ze lijkt echt niet. Ze heeft ook jouw jasje aan daar. Ja!
ook wel. Ja, je bent. Nee, ik zie er echt niet uit. Nee, dat zie je ook niet. Maar het geeft niet. Het lijkt wel alsof... Had jij zelf bruine ogen gedaan en je nek niet meegemaakt? Nee, ik weet niet. Het lijkt wel alsof ik 3 weken onder de sneeuw heb gelegen bij deze video. Jij hebt hem ogen. Ruby, we gaan even staan. Maar wanneer ik... Ruby, we gaan even staan. En we gaan je even ademen vanuit je buik. Doe maar even hier je handen leggen. Voel het schoppen. En als ik op je hoofd tik, dan voel jij je in één keer een jongetje van 6. Het doet het niet. Het doet het niet. Het werkt niet. Zij is kapot. Zij is kapot. Zij is broken. Zij is kapot. Zij moet terug. Oeh, dit is apart. Oeh, hallo. Je bent toch wel een jongetje. Vliegtuig. Vliegtuig. Oh! Er gebeurde echt te veel in mijn hoofd. Oeh! Ik had zo echt zwaarder. Waarom denk ik dat ik zo moet eten? Ik kon nu een stukje kwaal naar beneden. Ja, ik heb ook heel lang op ballet gezeten. Echt? Ik heb echt jaren ballet gedaan. Nee. Ik zweer het. Ah, neem me dit heel serieus hoor. Oh, geloof dat er iemand wakker wordt. Of het is een meisje van de soort. Haast, ik vind het allemaal leuk aardig, maar dit allemaal filmen, dat is niet de bedoeling hier hoor. Haast, hier wordt grof geld aan verdiend. Het is acteursrechten die ik ook heb hoor. Ik als mens heb ook gewoon mijn rechten. Ja, dan zitten ze daar met z'n tweeën even leuk te doen alsof ze een of andere Kim Kardashian is. Maar in de tussentijd zijn er 2 van die zielige wagens die een beetje lopen te vloggen op YouTube. Ja. Gekheid. En vraag ze of ik de camera wil pakken, heb ik nog de verkeerde te pakken. Broek, poep en nou. Nee, dit vind ik nou een beetje spannend. Ik wil nog een paar typen verborgen gaan voor de camera. Ik vind die camera toch een beetje spannend. Mikiri. Hij is hier een uur mee bezig geweest. Is hij een uur mee bezig geweest? Ja, met allemaal personages. Ik heb echt aan 1 stuk niet. Door personages gespeeld. Oh, wij zaten gewoon naar een film te kijken. Ja. Ik heb nu hier blauwe plekken, omdat ik straf kreeg omdat ik niet op mijn telefoon mocht zitten. Ja, laat vooral weten als jullie de personage volgende keer willen zien. Wie weet komt er een theaterstuk. Nee, grapje, dat ga ik Het is 1 uur, we gaan nu lekker douchen. Is het echt 1 uur? Ja. Ja? Maar ik ben nog helemaal niet klaar. Je begon om 12 uur met dit. Dat wij hier ook het geduld voor hebben om hier naar te kijken. Ja, maar ik vermaak me helemaal. Ja, maar er gebeurde ook wel heel veel. Er gebeurt heel veel. Er gebeurde echt heel veel. Ja. Er zijn echt hele drama's hebben zich afgespeeld hier op het toneel. Oh, dit vind ik iets minder. Ja, je ziet er gewoon goed uit hoor. Ja. Ik ben trots op jou. Dank je. Ik heb zelfs musical liedjes gezongen die ik zelf heb bedacht. Ja. Hey, het was gewoon een spontane actie. Ja. Begon ineens. Ja. En als ik het voelde, dan moet ik het doen. Ja. Je hebt gewoon 1 keer aanval. Ja. Slaap lekker. Ik ga een stukje spelen op mijn fluit. Hou je mond. Ik ga een stukje spelen op mijn fluit. Hij zit hier in de toos en dan haal ik hem zo uit. Dan ga ik lekker spelen met mijn fluit. Het is nog ik ga een stukje spelen. Sam. Echt nu je bek houden. Een stukje spelen op mijn fluit. Hij zit hier in de toos. Nou jongens, we hebben lekker ontbeten. Nou, dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Nee. Hoe gaan we dit doen? Bye! Leuk dat jullie weer gekeken hebben. Tot de volgende. Houdoe!